welkom bij Altivista en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag een hele toffe video. Vandaag gaan we namelijk een pick-up video doen. Ja, heel erg vreemd, zeker in de lockdown, dat we toch wat laten zien wat we in winkels hebben gezien en gespot. Het zit eventjes zo. Ik zal het jullie eventjes vertellen. Je hebt het waarschijnlijk in de thumb al gezien. We gaan vandaag een pick-up video doen vanuit de Forbidden Planet in Londen. Ja, het is zo. Ik ben een jaartje geleden ben ik in Londen geweest. Ben ik bij Forbidden Planet geweest. Eerder zijn we er ook al eens een keertje geweest. In Dublin zijn we ook geweest. Daar hebben we ook nog eens een keer een video van gemaakt. Hebben we ook al pops gehoord. Maar ook in Londen ben ik geweest. En een vriend van mij, die is daar ook geweest. Die is er volgens mij in maart geweest. En toen hadden ze echt heel veel vette pops in de aanbieding. Dus die heeft er ook gefilmd in de Forbidden Planet. Ja, gaat heel tof voor. Martijn is er natuurlijk. Eigenlijk onze vaste cameraman. Heeft ook veel gefilmd voor de Kruidvat video's. En natuurlijk in de Efteling heeft hij wat gefilmd. Heel erg tof. En die is dus ook geweest in Londen. Die heeft bij de Forbidden Planet gefilmd. Heel tof. Maar het duurde eventjes voordat ik deze video kon maken. Want de pops die ik wilde hebben. Dat was een beetje lastig om die vanuit Engeland hier naartoe te krijgen. Hè? Met Brexit duurt allemaal lang. Martijn inderdaad, die is niet de gelegenheid geweest om daar een pop te kopen. Dus ik heb het allemaal online moeten doen. En ik wilde wat pops hebben natuurlijk die in de video te zien zijn. En die op dat moment ook bij Forbidden Planet lagen. Nou, inmiddels is het me gelukt. Ik heb echt waar hele vette dingetjes heb ik kunnen scoren. Ik kan er nog bij één ding bij zetten. Zeker, het zijn allemaal Batman pops geworden. Ja, allemaal Batman pops. Echt hele vette pops die dus eigenlijk allemaal te koop waren bij Forbidden Planet. Dus je kunt het hier zien. Hè, dit zijn inderdaad een paar voorbeelden van pops die er lagen. Maar zoals ik zei, ik heb heel veel vet videomateriaal van de Forbidden Planet. Forbidden Planet, hier zie je trouwens eventjes waar de Forbidden Planet zit in Londen. Hè. Eerder inderdaad heb ik dus, zoals ik zei, in Ierland, in Dublin zijn we ook geweest. Voor het gemaakt laat ik die aan die kant zien. Kun je zien inderdaad, daar ben ik dus in Dublin geweest. Dat was een Forbidden Planet International. Want Forbidden Planet komt natuurlijk uit Engeland. Zit niet alleen in Londen, maar ook in Birmingham, et cetera, et cetera. Dus we hebben daar het een en ander gekocht. Ik heb hier het tasje al klaar liggen. Dus dat gaan we zo laten zien. Maar we gaan eerst eens naar die video kijken. Wat hebben we even Martijn allemaal gefilmd bij de Forbidden Planet? Nou, ik ga je niet lang laten wachten. Hier komt hij aan. Komt ie. Deze zijn 5 poppers, 5 euro zeker. Moet je dan niet meenemen, waarom? Een tientje. Ze hebben de camera door de ring. The fate of the world is on the line. Could you stop flying? No. Because you stop flying. Then they just like across the field, so you have to drag her everywhere. I'm like. And then Garner would come back and be like, cool, I love Garner. But I love Garner because he's the one guy. I know. Dude, that was getting like too real. Like, you're taking a really good shot. That's the way out, so please beware. The planet is now closed. Ja, echt heel erg vet. Veel Batman zoals jullie zagen. Hè? Zoals bijvoorbeeld de Batmobile, die ik natuurlijk al had. Die hadden ze daar ook te koop. Echt heel erg gave pops. En ik heb dus wat pops heb ik hier in mijn tasje gedaan. Van de Forbidden Planet. Ik ga het jullie laten zien. Echt heel erg gaaf. Ik heb je trouwens, het is geen verrassing. Hè, dat ik vorige keer zei ik het ook al. Ik ben een heel grote fan van de Black Box Batman boxen. Die worden natuurlijk dit jaar niet meer gemaakt. Want vorig jaar bestond Batman. Dan moet ik even spieken. Hoe lang? 80 jaar, hè? Zeg je dat goed? Ja, 80 jaar. En dit jaar is 81 jaar. Dus er zullen geen speciale Batman-pops gemaakt worden omdat het 81 wordt. Maar goed, ik heb er hier dus in totaal 2. En in totaal worden het 1, 2, 3, 4, 5 pop met een hele speciale. Echt heel vet. Goed, ik ga de eerste pophaak eruit halen uit het tasje. Ik vind het tasje trouwens op zich al gaaf, hoor. Hè? Al eerder een keer laten zien in de Dublin Ierland video. Maar goed, dit is de eerste pop. Het is, en deze is echt heel gaaf, het is Batmite. De first appearance uit 1959. Ja, Batmite, heel vet. Van Batman 80 jaar. Wie aan nou? Ik zal jullie vertellen wie Batmite is. Batmite is een soort. Volgens mij is een soort alien-achtig iets. Figuurtje. Die uit Batman. Die heel erg groot fan is van Batman. Uit Batman na wil doen. Dus niet echt een sidekick. Het is een soort dwergpoppetje. En die heeft heel veel voorgekomen in de comics. En na een tijdje is hij ook uitgeschreven. Zijn ze ermee gestopt. Hebben we hem uit de strip verbannen. Dus ik ga hem hier even laten zien. En hij heeft ook nog een eigen strip gehad trouwens. En dit is dus 300 Batmite. Echt heel erg gaaf. En deze wilde ik zo graag hebben. En die lag dus ook bij de Forbidden Planet. Heel erg tof.
Nummertje 300. Ja, en zoals vorige keer al zei, hier staat hij wel, hè, superhero. Vorige keer had ik dus inderdaad een pop waarop stond upper heroes. Was de S vergeten. Dat was heel erg jammer, maar ja, wellicht, het is wel een unieke box natuurlijk. Dus op zich wel grappig om te zien wat voor misdrukken er af en toe op pop zitten. Dus daar gaan we ook nu over een tijdje een video over maken. Maar goed, Batman nummertje 300. First appearance, heel erg tof. Tot zover de eerste pop. En dan de tweede pop die ik in de tasje heb zitten. Echt heel gaaf. Het is ook weer een black box. Het is, ja hoor, het is Batman Red Son. 312. Ja, ook uit het stripboek Red Son. Kijk aan, 312. Echt heel erg gaaf. Ja, er is ook een, volgens mij dat hij in de, moet ik even kijken, Batman vs. Superman, hè, dan komt hij als het ware ook, heeft hij een soort Russische pet op, deze is ook een beetje gebaseerd uit een scène uit het stripboek, maar deze komt uit het stripboek, Batman Red Son 312, en ik vind deze echt heel erg gaaf, heel vette details, daar heeft hij in zijn handen, een soort Batwing, een soort bijl heeft hij in zijn handen, maar ik vind hem echt heel erg gaaf, zijn pak ziet er vet uit, ja, echt een van mijn toffere Batman pops hoor, dit is nummertje 312. De achterkant ziet er weer hetzelfde uit. En ik vind de dozen zo ontzettend gaaf. Ja, echt heel erg tof. Batman Red Son 312. Ja, tot zover heb ik er dus deze twee weer extra bij. Ja, er is een hele lijn hoor. En ik probeer ze echt allemaal compleet te krijgen. Er zijn echt nog heel veel andere black boxen. Dus wellicht zijn er nog wat onderweg. Hè? Want ik heb nog wel een paar mystery boxen. Ik hoop dat daar misschien ook een Batman pop tussen zit. Dat zou heel tof zijn. Goed, tot zover deze twee normale pops, noem ik het maar eventjes. Want dat heb ik nooit gekocht, ook uit de Black Line. Ja, dit is helemaal de bom. En ja, hier heb ik zitten wachten. En ik heb die met kerst, kan ik jullie vertellen, heb ik die gekregen onder de boom. En ja, daarom moest ik hem dus nou laten zien. Want hij hoorde echt in deze Forbidden Planet video thuis. Want ook deze hebben jullie gezien in het videootje van Forbidden Planet. Dat is niemand minder als Batman The Hall of Justice. Kijk aan. En dit is echt zo tof. Ten eerste is dit mijn eerste poptown die ik heb. Ik had nog geen enkele poptown. En ook hiermee wil ik beginnen. Het zou zo gaaf zijn om gewoon straks een hele stad te krijgen. En dit is echt heel erg tof. Dit is de Hall of Justice. En zoals je kunnen zien, zien jullie dus hier de Hall of Justice. Zit dus ook de pop bij. De Batman pop. En die achter zit een plateau bij die je dus ervoor kunt zetten. En ik denk dat ik dat wel van plan ben. Want ik heb ook nog wat DC pops. Out of the box. En dat is wel heel gaaf om daar ergens een plek voor te bedenken. Misschien in de vitrinekast wat ruimte maken. Hè? En daar een hele gave... ja, scène neer te zetten, noem ik hem maar eventjes. Dit is het Batman with the Hall of Justice. Voor de mensen die de Hall of Justice niet kennen. Hall of Justice is volgens mij een beetje het hoofdkwartier van de Justice League waar ze samenkomen. Hè? The Flash, Wonder Woman, Batman, Superman, noem maar op. Echt heel erg gaaf. Ja, dit is nummertje 9 van Town, moet ik erbij zeggen. Hartstikke tof. Batman with the Hall of Justice. En hier, ik zal eventjes laten zien hier inderdaad hoe het eruit ziet. The Hall of Justice. Over een tijdje ga ik misschien in een review ga ik hem helemaal in elkaar zetten. Want het is echt heel erg gaaf. En ja, dit is eigenlijk zonde om deze in de doos te houden. Het is ook een ontzettend zware doos, kan ik erbij zetten. Zeker. Maar echt heel erg gaaf. Batman The Hall of Justice. Uit dezelfde lijn dus. Heel erg tof. Zo, dit is dus hetgeen inderdaad wat ze daar dus hadden en wat ik dus allemaal heb gescoord. En ik heb nog twee unieke dingen. Ja, het houdt niet op. Het volgende wat ik jullie laat zien zijn twee pops. Die ik zonder doos heb besteld. Ja, die heb ik particulier heb die gekocht. Maar ook die waren te koop bij de Forbidden Planet. Dus vandaar dat ik ze ook heb gewacht. Totdat deze video dus helemaal compleet is. Dat ik al het materiaal had. En dat ik er dus een hele gaaf video van kan maken. De allereerste pop is heel gaaf. Dus Batman Surf. De surfpop. Surfon volgens mij heet die. Ik laat hem hier zien hoe de pop er normaal gesproken uitziet met doos. Maar Surfon, je hebt dus de Batman pop en je hebt de Joker pop. En deze is dus gebaseerd op een scène uit de Batman Classic series. Waar de Batman en Joker als het ware een soort, race moesten doen tegen elkaar wie het beste kon surfen. Ja, echt heel apart. Maar het was echt grappig voor woorden. En ja, zeker ik heb als klein kind hebben die serie gevolgd. En dat was een hele gave scène die mij heel erg bij is gebleven. En daar is deze pop dus op geïnspireerd. Heel erg gaaf. Batman met zijn surfboard in zijn hand. En zijn zwembroek aan. Ja, het ziet er echt heel grappig uit. En ja, de scène was ook heel grappig. Kijk aan. De achterkant. Ja, dit is natuurlijk wel heel gaaf. Dat deze natuurlijk hier zo bij de Hall of Justice neer kan zetten. Hè? Dat is wel heel grappig. Kijk, heel erg tof. Dit is hier dus. Ja. Ja, deze vind ik echt heel erg gaaf. Hij lijkt trouwens heel erg veel op deze pop. Maar deze hem niet. Deze komt echt uit de comic. En dit is echt uit de classic series. Dat kun je ook goed zien aan zijn neus. He, daar heeft hij als het ware een soort, ja, wie is het? Een soort opzetstukje. En ja, dat was heel erg kenmerkend in het pak wat hij droeg in de TV classic series van Batman. Heel erg tof.
Tot zover deze pop. En dan heb ik er nog eentje te gaan. Ja, en dit is eigenlijk... ik denk wel de tofste pop die ik vandaag laat zien. Ja, het is niemand minder dan de Joker. Ja, de Joker. Het is namelijk Jack Nicholson als de Joker uit de film uit 1989. Kijk eens hoe gaaf is deze pop. Ja, deze vind ik zo ontzettend cool. En deze wilde ik al zo erg lang. Dus, en die heb ik dus ook op de kop kunnen tikken. Particulier. Echt heel erg gaaf. Ja, echt een hele gave pop. Ik ga trouwens eventjes wat nog erbij zetten over deze pop. Want ik had nog wat boekwerk. Ik heb namelijk het filmboek. En dat is wel leuk om te laten zien hoe die er normaal gesproken in de film uitzag. Even kijken. Kijk, hier zien jullie inderdaad hoe die eruit ziet. Dit is die Joker. Kijk aan, met zijn geweer in zijn hand. Zo zag je zijn pak er ook uit. Kijk, en dat lijkt dus heel erg ontzettend, ja, ook alle details kloppen met hoe je er toen uitzag. En ik zal heel even kijken, ik heb hier nog een foto van hoe je eruit zag, hoe zijn gezicht eruit zag. Kijk, voor mij de beste Joker ooit hoor. Echt waar, Jack Nicholson heeft hem zo goed neergezet. Kijk aan, dit is hij. En dan heb je ook nog, en dat is wel grappig om te laten zien, je hebt deze versie dus ook de Chase editie. Ja, laat ik hier even zien hoe de Chase eruit ziet. En de Chase editie is dus het moment dat de Joker als het ware... ja, dat iemand een glas water over zijn gezicht gooide en dat de smink eraf ging. En dan heel veel mensen zeggen, ja, dan gaat het witte smink gaat eraf. Nee, absoluut niet. Hij was namelijk door een chirurgische ingreep, was zijn gezicht dus wit. Dus had zich eigenlijk gesminkt in ja, huidskleur. En de huidskleur, die gaat er dus af, niet de witte smink. Kijk, kun je het hier zien? Je ziet hier inderdaad zijn, hoe hij gesminkt is met zijn huidskleur. En hier gaat dus als het ware de huidskleur eraf. Aan deze foto kun je het zien. Dan krijg je een glas water op en het... de huidskleur gaat van zijn gezicht af. Dat is tenminste in mijn mening wat er gebeurt. Goed, ik kan hem misschien mis hebben. Misschien zit het in de kennis bij van de luisterskoen. Helemaal niet waar. Zo en zo is het. Maar naar mijn mening is dat namelijk de scène hoe het gebeurd is. Ja, tot zover deze video. Ja, ik vond het echt heel erg gaaf. Ik heb zo lang gewacht voor deze video. En ik was ook heel blij dat Martijn dus veel materiaal gemaakt had. En dat we dus in deze quarantaine tijd toch gewoon een hele gave pick-up video kunnen laten zien. Ja, hoe tof is dat? Daarom, we zijn 2021 echt heel erg tof begonnen. Ik heb nog heel erg veel om te laten zien. Wat gaan we allemaal nog meer doen? Ik heb nog een hele gave mystery box battle die ik ga doen. Ja, die ga ik doen met mijn zoon. Echt heel erg gaaf. Dat gaat echt heel stoer worden. Over binnenkort dan meer. Dat gaat echt een hele gave battle worden. Die gaan we niet alleen op YouTube trouwens vertonen, maar die gaan we ook op het TikTok-account van mijn zoontje Levi op Blazelees. Gaan we die vertonen. Dat gaat ook heel erg tof worden. En wat gaan we nog meer doen? Even kijken. Oh ja, één ding. Heel gaaf. We gaan weer een kruidvat doen. Ja, ik heb weer wat kruidvatpops erbij gevonden. En ik heb al een heel gaaf thema gevonden. Dus ja, kan ook wel filmmateriaal daarin stoppen. Dus dat gaat echt een hele gave video worden met 6 hele gave kruidvatpops. Dat gaat er ook aankomen. We hebben nog meer mystery boxes zie je. Ik heb nog een gave mailcall die ik wil laten zien. Ja, echt te veel om op te noemen. En met Sim ga ik ook nog een heel gaaf video opnemen. Dus, probeer het niet te missen. Want er gaat heel veel gaafs aankomen. Doe dat niet. Hoe kun je ervoor zorgen dat je video's niet mist? Heel erg simpel. Ik zeg het elke keer. Aan die kant kun je eigen abonneren. En druk op de belletje. Dan krijg je de melding dat die nieuwe video weer online staat. Dat zou heel tof zijn. Aan die kant kun je een duimpje omhoog doen. Doe dat ook. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jullie dus de gaafste pop vinden. Die ik heb in het score. Ja, niet allemaal weer Forbidden Planet. Maar wel geïnspireerd door de Forbidden Planet. Maar je moet natuurlijk een beetje een afweging maken. Hoe je dus toch aan die pops komt. Dus ik ben heel erg benieuwd welke pops jullie het gaaf vonden. Ja, voor mij is het toch wel die Jack Nicholson hoor. Het gaaf. Ja, natuurlijk, dit is ook wel gaaf. Maar als ik echt naar de pop kijk, dan kijk naar deze of deze. Ja, dan stijgt voor mij Jack Nicholson wel boven andere pops op. Naar mijn mening ook een van de gaafste pops die in 2020 zijn uitgekomen. Maar goed, dat is mijn mening. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Ik zou zeggen, super bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Ik zie jullie heel snel weer. Groetjes, doei doei. Bye.